En dan roep ik graag de volgende part aan voor. Dat is Bart van het huidverbeteringsmerk Utsu Kushi. En een klein vogeltje heeft mij ingefluisterd dat dat Japans is voor schoonheid. Klopt dat? Helemaal, Dave. Zeer intelligent ook van jou dat opgepikt hebben. Dus vandaar. Ja. Applausje voor Dave van die. Dankjewel, Bart. Het lijkt mij een merk met een stevige filosofie. Kan je die even toelichten? Absoluut, een stevige filosofie die eigenlijk teruggaat al 40 jaar en uiteraard zijn basis vindt in Tokio, Azië, waar dat de bakermat is van de schoonheidsverzorging. Mensen zijn daar gebiologeerd, letterlijk door het verzorgen van hun huid. En daar heeft eigenlijk ook de oprichter van Utsu Kushi zijn mosterd gevonden. Hij is eigenlijk een Spanjaard die daar actief was en zei van oké, ik ga eens experimenteren wat die Aziatische ingrediënten doen voor onze westerse huid. Hij heeft dat eigenlijk mee naar Spanje gebracht. En vanuit Spanje importeren we dat hier in België, Frankrijk en Luxemburg. Dus vandaar. Wat de filosofie op zich van het merk betreft, is eigenlijk zo dat we anders dan andere merken zijn. In die zin dat we echt specifiek op huidverbetering werken. Dus we gaan niet het zoveelste merk zijn dat zich bezighoudt met het een beetje opglanzen van de huid, zeg maar. Maar we gaan echt in de diepe huidlagen werken. We gaan zelfs op naar die tekenbewerkingen werken. We gaan echt oplossingen bieden voor onze klanten. Dat klinkt inderdaad een stapje verder. Ik hoorde jullie daar straks aan tafel praten over de finalisten, schoonheidssalons en dergelijke. Lancering van dergelijke producten lijkt me heel belangrijk. Hoe gaan jullie die dames eigenlijk helpen om jullie producten te gebruiken en optimaal te benutten? Wel, ik denk dat we daar net als Utsu Kushi in België en Frankrijk zeker een verschil maken met de rest van onze concurrenten, zal ik maar zeggen. Omdat wij eigenlijk de band met onze klanten zeer belangrijk vinden. Dus de schoonheidsspecialisten zien ons van start gaan. Die gaan we in de eerste plaats uiteraard opleiden. Die gaan we bij ons in ons trainingscentrum een workshop laten volgen. Dat kan 2 dagen zijn, dat kan een dag zijn, afhankelijk van wat de vraag is. Onder andere de kandidaat missen gaan dat ook mogen beleven. Dat zit ook in het pakket dat wij aanbieden. En nadat men opgeleid is, dan kan men eigenlijk starten in zijn salon met de behandeling van de discussie. Maar we laten die mensen niet zomaar aan hun lot. We gaan eigenlijk de opstart mee met hun maken. Dus dat betekent dat de discussie altijd een dag aanbiedt waarbij dat we in het salon mee komen werken. Vooral Kathleen die onze operations doet en dus de trainingen eigenlijk ook verzorgt, gaat eigenlijk mee komen werken, gaat tonen hoe dat die behandelingen in zijn werk gaan. Daardoor kan de schoonheidsspecialiste zelf de klanten uitnodigen, haar contacten uitnodigen, het sociale onderhouden terwijl iemand anders het praktische aan het doen is. Klanten zien hoe dat werkt en zien ook direct de resultaten en dan zijn we ook super eigenlijk direct vertrokken. Dat klinkt inderdaad als een heel smooth proces. Jullie gaan ook mee uitkijken naar een nieuwe ambassadrice. Jullie zitten ook in een prijspakket. Wat is iets waar jullie specifiek op gaan letten bij de zoektocht naar de perfecte ambassadrice? Wel, voor ons, omdat we toch een iets meer geavanceerd merk zijn binnen de schoonheidssector, gaan we uiteraard letten op de professionaliteit van de kandidaat. Waarmee zij. Dat wil niet zeggen dat het enkel schoonheids- of huidspecialisten moeten zijn waar we naar gaan kijken. Maar vooral de passie waarmee dat men een beroep uitoefent. Welke dat ook is, dat het een kapper is of een schoonheidsinstituut. Gelijk wat, daar gaan we kijken naar de passie en de beleving van het vak. Dat is voor ons zeer belangrijk. Want we zouden graag hebben dat we hier volgend jaar, we zijn het eerste jaar partner. Dank u daarvoor Patrick om ons daarvoor te durven en mogen vragen. We zouden eigenlijk graag deze Aziatische scholen vervangen door de volgende mist die achteraan in de zaal staat. En die hier volgend jaar op deze poster kan blijven. Dus dat is onze doelstelling. Maar dan moet iemand passioneel zijn. Daar gaan we samen voor gaan. Maar kijk, van passie gesproken, applaus van nog goed succesie. Goedenavond, we staan hier bij Bart van Be Professional. Daarnet hebben we al heel wat gehoord over u en Be Professional. Maar vertel eens, waarom bent u juist partner geworden van Miss Wellness Beauty? Well, we zijn eigenlijk partner geworden met ons hoofdverdelingsmerk Utsu Kushi. Dat eigenlijk een huidverbeterend schoonheidsmerk is, waar dat we echt gaan inzetten op de verbetering van de conditie van de huid. En waarom zijn we partner geworden? Omdat we echt zoeken naar een ambassadrice, ook voor ons merk, binnen de schoonheidssector. En we hebben al heel veel marketingkanalen bewandeld, zal ik maar zeggen. Maar we willen eigenlijk een heel interactief gebeuren, waardoor dat we eigenlijk een gans jaar met iemand samen kunnen werken, om daar eigenlijk ook een campagne rond te bouwen en eigenlijk ook een gezicht in België te maken rond ons merk eigenlijk. Dus. En wat onderscheidt jullie gezichtshamma eigenlijk van de andere hamma's op de markt? Ja.
Wel, zoals ik eigenlijk ook altijd zeg, er zijn eigenlijk niet echt slechte producten op de markt. Het enige is enkel dat wij meer inzetten op huidverbetering. En we gaan dus echt ook gaan werken op die specifieke kenmerken van de onderliggende huidlagen. Dus wij gaan niet het oppervlakkige verzorgende geven, maar we gaan echt gaan werken op de onderliggende huidlagen. En daar eigenlijk ook echt naar verbetering streven vanaf de eerste behandeling. En dat maakt ons echt wel uniek. Oké, dat is fijn om te horen. Alvast bedankt en ja, veel succes met jullie partnership. Dank je wel. Dank je wel. Goedenavond nog.